Ja, gewoon zo plonk en plonk. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mordu speelt Stranded Deep. En vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. En we spelen vandaag de 0.13 update. Dat is nieuw. Dat is net uit sinds een paar dagen dat ik het speel. Dus, ja, het is nu een weekje uit als je het kijkt waarschijnlijk. En er zitten allemaal nieuwe dingen in die ik heel graag wil maken. Laten we eens even kijken of we dat kunnen vinden met crafting. Ik had verwacht dat bij tools. Yep, de bow en arrow staat hier. Hebben ze nog meer nieuwe dingen? De rest van de dingen ken ik allemaal al. Huisje bouwen ken ik ook al. Die zijn niet nieuw, die zijn niet nieuw. Dit komt ook later. Oké, okay, laten we dan een boog gaan bouwen. Ik verwacht dat ik iets van stokjes van nodig heb. Misschien. Oh, kijk hier, dit staat ook netjes. De getalletjes erop. Relaxed. Dat is ook wel handig. Laten we even kijken wat we nodig hebben om een boog te maken überhaupt. Het zal wel lashing en wood zijn. Stick en lashing, ja. 5 lashings, stond dat nou? Nee. Kijk, dit is de nieuwe pick-up animatie. Pak, pak. Vet cool. Laten we dit eens even gaan bouwen. Bow, yep. Oh, het kost maar 1 stick en 1 lashing, dat is goedkoop. Plunk. Yep, dankjewel. Oh, wat zit nou? Oh, dit was wel een probleem vroeger, want, of eerder. Dat is namelijk zo. Nou, deze emmer pak. En deze emmer zit bijvoorbeeld vers water in. Dan stek je die wel, maar deze zit dan geen water in. Als ik eentje opschuif, dan verwacht ik dat hier. Ja, kijk, dan zegt hij links in het scherm, zegt hij ja, er zit 1 water in. Aha, dus dan kun je dingen die eigenlijk, ja, dingen die stekken, maar dan kun je ze alsnog wel uit elkaar houden. Nou, dat vind ik echt heel chill dat ze dat gemaakt hebben. Dat ik deze lashings, maar heb ik die nog nodig? Ik weet het niet. Wat heb je nodig voor een arrow? Stick and stone tool. Maar stone tool, dat is best wel duur op zich. Tenminste, ik weet niet of je nog kan herinneren aan het begin, maar het hadden we best wel een probleem met het vinden van stenen. Dat betekent wel. Kijk, volgens mij stekken nu. Stekken dus arrows tot 24. Dat betekent wel dat ik heel veel pijlen ga maken. Even kijken hoeveel pijlen we hier uit krijgen. Eentje? Nee. Ja, 1 pijl. For reals. Oh, dan moeten we dan heel erg voorzichtig zijn ermee. Dat lijkt me wel een goed plan. En dan moeten we ze ook weer netjes opgapen. Wow, dit zijn een soort matrix pijlen of zo. Dat ze in de lucht blijven hangen. Ah, niet schieten. Zo, kom even de motor langs hoor. Oké, okay, nou we hebben 3 pijlen. Ja, dan moet je wel raak schieten. Dus even kijken of we iets kunnen vinden om op te schieten. Want er zijn ook nieuwe dieren geïntroduceerd. Ik ben een beetje. Oké, en nieuw gras. En nieuw gras. Kijk hier, dit is nieuw. Dit gras. Super vet. En het zit overal een beetje. Volgens mij is dit ook nieuw. Dit. En zoals je ziet zijn ook de bomen weer teruggespant op mijn eiland. Oh, ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken of dit water al goed gaat. Ja. Dit moet wel zo meteen even wat aan gebeuren. Oké, we kunnen nog heel eventjes verder kijken of we het boog kunnen gebruiken. En dan kunnen we daarna kunnen we wel kijken of. Dan moeten we het even water gaan geven. Oké, okay, is dit dezelfde controls als dat ik gewend ben? Rechtermuis nog ingedrukt houden om te mikken. Oh, en dan schiet je in 1 keer als je links doet. En je ziet een soort wit spoor. Is het true aim? Even kijken. Waar kan ik goed op mikken? Niet dat mijn pijl in 1 keer afvliegt. Laat ik, zie je daar dat zwarte, ja, waar dat zwart eindigt, dat we daarop mikken. Kijk of die dan plonk. Waar is die pijl nou gebleven? Is die kapot gegaan? Alsjeblieft, niet kapot gaan. Dit was een slecht plan, of niet? Ja, dit was een slecht plan. Ik heb wel spijt van. Heb je gezien dat de wolken nu ook schaduw maken? Dat was wel cool. Ik heb hem op, ik gebruik nu de direct X. Oh, hier liggen Farbs Leaves. Nee, maar die wil ik niet. Ik wil mijn pijl terug. Torch aanzetten. Zoek toch naar de pijl. We zijn er nu al eentje kwijt. Dit zijn net nerfs.
Weet je wel, ik heb geen nerf gun, maar dit is gewoon zoals ik me dat voorstel. Dat je gewoon je schiet en dan ben je het kwijt. Man, ben ik het nou al kwijt? Dit is best wel suf. Voorzichtig, maar ja, je kan ze dus wel herbruiken, maar kennelijk gaan ze dus ook een keer kapot. Staat er misschien iets in de status? Even kijken. Nee, inventory. Er staat niks bij. Gewoon pijl. Dit is een arrow. Oké. Okay. Oh, daar is een mail. Daar in de verte. Oké. Trouwens, als jij ook Stranded Deep speelt, moet je even opletten voordat je begint. Ze hebben er wat aan veranderd. Je moet je save game even handmatig overzetten. Dan moet je even goed opletten. Dat staat beschreven op Steam bij het nieuws. Oh, deze blaadjes zijn aan het verdorren. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Bij het nieuws staat dat. En dan kun je zien hoe dat moet doen. Dan moet je eventjes goed een mapje overzetten. Dus dat moet je echt zorgvuldig doen. Want ik schrok net, namelijk toen ik inlogde, zei hij van... Ja, je save game is weg. Zo dacht ik, wat? Dat zou echt, zal naar zijn. Maar dat bleek dus dat je dat handmatig open moet zetten. Oh ja, een speer zou je nu ook moeten kunnen gooien. Oh, daar zit een meeuw. Ik hoop dat die... Oh, er zitten heel veel meeuwen zelfs. Nou, we hebben alleen nodig dat er eentje... even gaat zitten. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Oh, die draait zich om. Wat gebeurt... Ja, laten we gewoon even een beetje mee experimenteren. Wat gebeurt er überhaupt als je omhoog schiet? Ik ga proberen onder een meeuw te staan en dan recht omhoog te schieten. En dan probeer ik gewoon even niet mezelf te raken. Zijn die meeuwen nu ook schuw? Vlieg maar over mij heen. Oh, daar. Oké. Okay. Nee. Oh, ik wacht te lang. Daar. Gaan ze nou weg omdat ik op ze mik? Meen je dat? Deze meeuwen hebben een... Die kunnen her... Ja. Shot. Kill. Seagull, pick up. Hier is zo'n dierenbeeld met je dat gezicht. Hoe ziet hij eruit op de grond? Hij lijkt net opgezet. Ja, dus die moeten dan waarschijnlijk bakken. Ik ben in principe een beetje iemand vroeg laatst van, hé, waarom bak je geen krabben of vis of zo? Dat is omdat bakken, dat kost hout. En dat hout, dat is natuurlijk... Gaat echt met onze stats? Oké. Ja, hout wil je natuurlijk liever gebruiken om mee te bouwen. Dus vandaar... dat ik liever niet bak. Dan eet ik gewoon liever fruit. Want fruit heb je eigenlijk helemaal niks voor nodig. Ik bedoel, water krijg je gratis uit deze dingen. En dan stop je het in die plots en dan krijg je gratis fruit. Dus dan heb je eigenlijk niks betaald. Dat is een... noem je dat? Een hernieuwbaar energiesysteem. Nou, laten we even proberen om deze alsnog te bakken. Want ik ben wel benieuwd hoe het smaakt. Pak de emmer. Yep. Zet de emmer neer op de grond. Dit zou dus ook veranderd moeten hebben. Oh ja, je laat het veel meer rustig vallen. Prima. Pak deze op. Nieuw. Ja, dit was een... Eerst kon je dit met klikken kon je dit doen, maar dat is niet meer zo. Oké. Okay. Dat ziet echt heel zielig uit. Stokje erop. Hé, hey, ik moet even aan wennen. Ik heb mijn aansteker niet bij me. Oh, oh, oh. Slecht voorbereid. Echte avonturier, die heeft natuurlijk altijd zijn aansteker bij zich. Ik heb hem toch niet kwijtgemaakt? Hij ligt er gewoon hier ergens, tussen al mijn spulletjes. Lichte paniek. Hè? Heb ik hem wel bij me? Nee, flare gun. Nope. Hier liggen al mijn bootonderdelen. Ja. Nee. Benzine ook niet. Bijltje. Hier zou het tussen moeten liggen. Wat? Heb ik het gewoon kwijtgemaakt? Hoe kan dat nou?
Van die meeuwen. En volgens mij zou je vleermuizen nu ook kunnen eten, maar ik weet het niet hoor. Laten we dat nog maar niet doen. Heb ik de aansteker misschien hier ernaast gelegd? Nee. Oh, dit is echt best wel een probleem als we echt de aansteker kwijt zijn. Dan moeten we alleen maar fruit eten, want dan kunnen we gewoon niks meer bakken. Wat stom. Ja, maar je snapt natuurlijk wel dat met de nieuwe update... Ik ga nog gewoon even... Ik zoek ondertussen even door. Met de nieuwe update dat we echt op avontuur moeten. Omdat we moeten alle nieuwe dieren en zo gaan vangen. En waarschijnlijk ook gaan opeten. Ja, het wordt een beetje een soort kookprogramma dit. Stranded Deep. Koken met Mortu. Er zijn namelijk nogal best wel veel dieren die je kan opeten. Namelijk, zwijnen, zo hebben ze toegevoegd. De krabben zijn slimmer geworden, dus misschien smaken ze ook beter, wie weet. Krabsalade. En slangen? Wat? Ja, dat is best wel. Zag ik het goed? Ja, slangen. Ik zit ondertussen op een tweede scherm te lezen. Hier een stukje fruit even tussendoor. Voor de dorst? Nee. Man, waar zijn... Ga ik dat nou ook zeggen? Nee, het spijt me. Waar zijn de aanstekers? Heb ik ze op de boot laten liggen misschien? Of misschien wel in het vlot? I don't know. Wat is nog meer nieuw? Oh ja, ze hebben allemaal dingen die ze op beter tekenen. Dit vlot lijkt heel erg te trillen als ik loop. Hier wordt helemaal wazig. Weird. Weet je, ik ga even het eiland opruimen, want ik word sowieso een beetje moe van het feit dat er echt 1000 bomen staan die je gewoon kan kappen. Dat is het voordeel van de update, je krijgt gewoon weer gratis bomen. Dus dat ga ik even doen en ondertussen ga ik op zoek naar de aansteker, want dit kan natuurlijk gewoon echt niet. Ja, dit is echt goed. En dan zie ik zo meteen als ik weer het op orde heb. Oké, moet je zien hè. Kom weer uit. Geen aansteker. Kan weer aan. We hebben gewoon een aansteker weg gedaan. Oké, het is midden in de nacht en ik zit vast in een bananenplant. Wow, deze plant heb ik gewoon serieus, nou, bijna deze plant in mijn woonkamer staan. Zwart. Hier is een vleermuis, hè? Ik dacht, die wil ik eigenlijk wel doodmaken. Het klinkt zo lomp, weet je wel. Van, ik ga gewoon dieren doodmaken. Klinkt vet. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd. En ik hoop dat ze even ergens gaan stilhangen aan een boom of zo. Bonk! Yes! Bad. Pick up. En de pijl niet vergeten. Dankjewel. Ja, het is een beetje donker, maar ja, dat is het enige moment waarop je vleermuizen kan vangen. Is dat vuur nou uitgegaan of lijkt dat maar zo? Zes. Het vuur is gewoon uitgegaan. Ik heb 2 stokjes hout gebrand en de meeuw is nog steeds niet gaar. Wow, dit is wel een beetje intiem. Weet je, ik ga... Ja. Ja, ik ga eerst even slapen. En dan zie ik zo in de ochtend. Wacht, even kijken. Slapen voor of nadat je zeeft? Voordat je slaapt moet je zeven. Dat was het. En niet andersom. Oh nee, het was wel andersom. Maar mijn stats laten het wel toe. Ja. Want anders, als je dan in je slaap doodgaat, wat kan. Ja, dan is je save game zo slecht. Dus je moet eerst slapen. Oh nee. Nou goed. Aangezien mijn... Oeh, kijk, zie je, ik heb wel echt dorst. Maar daar kunnen we wat aan doen. Licht uit. Het is namelijk best wel mazzel, want ik wil namelijk eens op de avontuur gaan om nieuwe dieren... Ik lijk wel Freek Vonk, joh. We gaan op zoek naar nieuwe dieren. Daarvoor moeten we op reis gaan en daarvoor hebben we natuurlijk wat eten nodig. En gelukkig zijn mijn fruitplanten zo vriendelijk geweest om voordat we weggaan nog eventjes wat fruit te produceren. Want ik denk wel dat doordat het overzetten van die save games er toch een beetje van de fruitproductie af is gegaan. Even met de lamp erop schijnen, anders mis ik iets. Ja. Kura.
Kukua fruit. Wat is hier? Is hier nog meer fruit? Nee, hier. Ja. Yes. Lekker, onderweg. Wat is te snacken? Het is wel bizar. Dit poppetje leeft gewoon alleen maar op fruit. Dat is wel echt een bikkel. En dat betekent ook dat als we op reis gaan, dat ik dus niet mijn planten water ga geven voordat ik wegga. Omdat ze toch wel zonder water komen te zitten. Omdat we best wel een poos weggaan. We gaan namelijk denk ik van eiland naar eiland naar eiland. Oké, laten we even deze vleermuis bekijken. Ik denk niet, we gaan hem niet meer bakken, maar ik wil hem gewoon... Oh, ik leg mijn hand weer terug op het toetsenbord. Oh, hij ziet er wel echt vet uit. Oh, ik ben een vleermuis. Kijk nou, ik heb een soort vliegen te pakken. Ik heb gewoon weer gaan vliegen. Oh, wat bizar. Hij mag wel hier. Op het uitkijkpunt. Nou, het is niet helemaal waar ik bedoelde. Nou, smaak ik al mijn drinkwater voortaan naar vleermuis. Dat is misschien niet zo'n goed plan. Ik ga hem ook niet weer eruit krijgen, of wel? Nee. Oké. Vleermuiswater voortaan, jongens. Oké. Ik accepteer het. Wat hebben we nodig voordat we op reis gaan? Even kijken. Eigenlijk zou ik heel veel vers water willen hebben. Maar dat gaat wel een probleem worden. Maar we hebben wel fruit. Tja, we hebben echt veel meer water nodig. Ik denk dat we nog een dagje hier moeten blijven voordat we... Nou ja, we zouden kokoswater kunnen drinken. Dat we daar wel mee komen. Want we hebben hier geen vers water meer, toch? Klopt dat? Hier niet, hier niet. Hier niet. Dat is ook leeg. Misschien de achterin nog... Oh, hier is nog water. Zullen we dat anders even drinken? Want waarschijnlijk als we terugkomen... Heeft hij ze nou alle drie gedronken? Ja. Oké, prima. Dat is wel goed. Als we terugkomen... Moet ik ook even eten. Dan zitten al die watersteels zitten vol. Dus dan hebben we 4 keer 5 druppeltjes water. Nou, dan komt het wel goed. Kijk, we zijn full stats. En we hebben nog steeds 3 fruit. Even kijken. Ik ga zo min mogelijk spullen meenemen. Omdat ik verwacht dat ik heel veel spullen ga vinden. Boog ga ik ook niet meenemen. Omdat ik... wel een boog kan bouwen. Hamer die ga ik niet gebruiken, want ik ga niet bouwen. Flare gun ga ik wel meenemen. Ja. En ik denk dat ik ook maar wat een bandage en wat morfine meeneem. Ook omdat ik die gewoon graag wil hebben. En dan ook maar antibiotics, denk ik. Bam. Ja, dat lijkt me prima, want ik wil die ook mee terugnemen en dan stacken ze, dus dat komt dan wel goed uit. Kompas heb je altijd nodig. Ja. Hiervan kan ik niet echt iets achterlaten. Nee, oké. Oké, dus wat we nu gaan doen. Oké, ik pak voor mezelf een stuk papier. En ik heb een potlood op klaar liggen. En dan gaan we gewoon van eiland naar eiland. En dan schrijven we telkens de coördinaat op van het volgende eiland. En dan gaan we weer naar een volgend eiland. Dus in dit geval is het eerste eiland is... Ik wil denk ik in... Volgens mij was het in die richting. Het zuidwesten is het einde van de wereld. Dus we moeten... Of we hebben de wereld afgezet. Dus ik denk dat we naar het noordoosten moeten. Dus dan zouden we naar 40 moeten. 40. Goed, dus op de terugweg moeten we dan naar 40 plus 180 is 220. Ik vind het een beetje eng om weg te gaan. We gaan op reis. We're on an adventure, Charlie. maar ja, we gaan gewoon. We gaan gewoon. Ja. Dus ik ga zo meteen de motor aanzetten. Dat gaat lawaai maken. Dan zie ik je bij het volgende eiland, oké? Tot zo! Oké, dit is het eiland waar we naartoe gingen. We zijn vanaf de andere kant gekomen. En ik ben al een beetje omheen gevaren. Dus dan naar deze. Deze ligt op... Als je goed kijkt in de verte hoor. Dat is een beetje lastig te zien. Maar er ligt er eentje. En die is op 90. Zo hebben we op. 90. En let's go. Wow guys, check hoe groot dit eiland is geworden. Je kan het nooit zo goed zien als je erop afvaart. En als je dan in de buurt komt, dan laat hij dat eiland in. Even de boot vast draaien. Draai. Goed genoeg. En dan op... Op een gegeven moment ben je dicht genoeg bij het eiland en dan is het van BAM! Het is een huge eiland. Oké. Meevalletje.
Dus we moeten al deze eilanden, of ja, al deze eilanden, wat ik eigenlijk niet gedaan heb. Ja, we kunnen al deze eilanden raiden. Kijk nou, dit eiland is huge. Wow. En ik hoop dat hier dan dus ook beesten zitten. Dat betekent dat als ik een beest zie, dan heb ik een boog nodig. Die heb ik thuis gelaten. En die boog heb ik dan ook gelijk nodig. Dus misschien moet ik dat nu alvast maken. Er zit nou een pijl. Ik heb er gewoon niks mee. Ja. Dus ik heb een stokje nodig. Oh ja, en verder moeten we nog kijken wat we allemaal kunnen vinden op deze eilanden. Kijk, er zit licht bijvoorbeeld al zeil. Daar ben ik al langs gelopen. Oh, dit is het nieuwe... Hallo, nieuwe krab. Ja, hij is echt heel veel slimmer geworden. wat is het nou? Ik heb vergeten wat ik wilde zeggen. Ja, wat hebben we nodig van deze eilanden? Dat was het. Dus we hebben... we kunnen van alles meenemen. We kunnen bijvoorbeeld wel zeil mee gaan nemen. Maar is dat echt handig? Is dat echt iets wat we nodig hebben? Nou, volgens mij hebben we best wel veel zeil in de basis. En ik ga nu er niks van maken. Dus ik ga dat niet doen. Kijk, we moeten eerst lashings bouwen. En dan kunnen we een boog hebben. Yep. Young palm tree. Dat betekent dat het gaat groeien. Oh, je kan er fibrous leaves van krijgen. Aha. Dat is nieuw. Oké. Okay. Maar ik ben voornamelijk op zoek naar dingen als... Hey, oh, daar is die! Kijk nou. Oh, kijk, hij is heel klein. Dit is ook, niet zo'n groot eiland. Dude, ik kan veel sneller rennen dan jij. Waarom ren je weg? Oh. Waar zit het knuffelknopje? En nog één! Oh. En opeens mama, zwijn. En dan hebben we ruzie. Kom, kom hier. Kom hier, zwijntje. Nee. Hij ziet er wel echt heel lief uit. Ik wou dat ik ze tam kon maken en dan zou ik ze thuis hebben. Maar ik denk niet dat het kan. Oh, ik voel me een beetje slecht hierover. Ik wil je wel dicht bekijken. Oh, hij is niet één keer dood. Oh, nou, dat is echt heel zielig. Ja, ren voor je leven, behalve dat je toch al doodgaat. Kijk, en nu heeft hij ook mijn pijl, dus nou moet ik hem wel doodmaken. Oh, nou wordt het een soort speldenkussen. Hij raakt al een beetje in de war. Hij zal niet zo goed meer wegrennen. Hoe ver zou je kunnen schieten met deze pijl? Dude! Dat is wel echt een supersterk zwijntje. Hij is gewoon... Moet je kijken, die pijlen zitten echt helemaal in hem. Oh man, dit is best wel confronterend. Wat een ervaring. Oh, wat ik trouwens wel zou moeten oppakken. Want ik wil dus emmers hebben. Flare guns wil ik hebben. Wat ik sowieso bij me heb. Al deze dingen. Bandages. En wat ik ook graag zou willen hebben is arrows. Want die stack dus tot heel veel. Dus dat betekent dat ik al het steen moet oppakken. Oh, wat erg. Oh. Oh, hij ziet er wel echt heel lekker uit ook gewoon. Dat wel. Oh, nee. Ik wilde deze op... Oh, wacht. Je kan natuurlijk niet slepen met rechte muisknop. Nu wel. Ik ga jou even op het zand leggen hier, man. Of vrouw. Ik kan niet zien. Kun je het zien? Ik denk het niet. Draai je om. Nou, ik denk... Jonge vrouw, denk ik. Ik weet het niet. Ik denk niet dat de makers van het spel zo gedetailleerd bezig zijn geweest. En dat is maar beter ook. Oeh. Dit is echt helemaal nergens voor nodig. En kan ik dan nu een stukje vlees hiervan afhalen? Oké, als je even niet... Kijk even de andere kant op. Nee. Je moet hem gewoon zo aan het spit bakken. Oh, wat erg. Oké, maar we hebben wel 3 nieuwe dieren gedood. Ding! Dit, oké.
Als ik een slang... Oké, okay, ik weet... De laatste dier dat we nog moeten doden dat nieuw is, is een slang. En daar ga ik me niet zo schuldig over voelen. Ik weet dat... Waarschijnlijk hebben sommige mensen voor jullie wel een slang als huisdier. Maar slangen zijn wel reptielen. En die... Die zijn gewoon niet zo goed te knuffelen. Ja, daar heb ik toch al een stuk minder sympathie voor je. Het spijt me, maar zo is het. En hoop ik nou een slang tegen te komen? Is dat serieus waar de rest van de aflevering niet over gaat? Ja, ik denk het wel. Het is wel sowieso al een goed eiland. Er loopt hier ergens een... Ik bedenk me net dat dat ene zwijntje gaat dan dat andere zwijntje vinden. En dan is hij echt heel verdrietig. Oh, nee. Ja. Ik denk dat ik geen zwijntjes meer vanaf hier ga doden. Misschien moet ik gewoon een vegetariër worden. Wat vinden jullie? Laat het achter in de comments. Ik denk dat... Het is helemaal niet nodig om vlees te eten in dit spel. In het begin was het nodig, want dan moet je gewoon even snel... Dan heb je gewoon niks anders te eten. Maar ik denk dat het best wel lukt om vegetariër te worden. Ook omdat al die eilanden waar je nu op komt telkens, als je nieuw bent... Dan kun je toch wel gewoon... Hoe heet het? Al die eilanden kun je toch wel gewoon eerst alle fruitstruikjes afgaan. In plaats van dat je gewoon gelijk begint met al het vlees te eten. Het is ook veel makkelijker om fruit... Fruit rent ook niet zo hard weg. Je hebt helemaal nog geen... Daar is die andere. Oh, sorry. Je hebt helemaal niet zoveel fruit... Of je hebt... Ja, je hebt helemaal niet zoveel pijlen nodig om fruit dood te maken. Dat scheelt ook. Maar ik heb niet je pijlen kwijt. Ik vind dat hier een stukje fruit in moet zitten. Yes! Oké. Okay. Laten we niet te lang bij stilstaan, anders wordt het wel een hele verdrietige aflevering. Ik heb nog geen emmer gevonden. Ik moet het nog even scouten. Laat ik dat eventjes tussendoor doen, want anders ben ik ook maar zo... rondjes aan het rennen over het eiland. En dan maak ik ook gelijk even wat nieuwe pijlen. Zie ik je zo meteen, man. Mini-duikavontuur. Eerst mini. Even kijken. Zo mini dat er gewoon niks te halen valt. En hier? Stamp. Dit is wel een kratje. Ik heb het gezien. Oh, zit ik nou hier vast? Nee, gelukkig. Oh, was dat... Was dat een haai? Was dat for reals een haai? Ik hoorde wel een klein beetje spannend muziek, maar ik... Het kan ook dat ik het niet goed gehoord heb. Ik dacht dat ik de fin van een haai zag. En ik ga het zo meteen terugkijken op de video. Eerst even kijken wat hierin zit. Maak open. Nieuwe machete. Ja, dankjewel. Maar die stuk ook. Relaxed. Ik heb er maar eentje meegenomen op het avontuur. Wel mijn beste. Omdat ik verwacht dat ik er heel lang mee ga doen. Nee, dat was het mini duik avontuur. Oké, we moeten even dit proberen. We zijn het verplicht. Ha, yes. Sweet. Oh, dit is wel relaxed. Want je krijgt gewoon die pijl terug. Dus dat betekent dat we niet meer omhoog hoeven te klimmen in... Oh, die box ziet er raar uit, zeg. Daar hoeven we niet meer naar boven te klimmen. Ik kan gewoon zo plonk en plonk. Yep. Relaxed. Anyway, ja, we gaan naar het volgende eiland. Laten we even kijken... Dus ik vaar dan waarschijnlijk gewoon om het eiland heen. Pak ik nieuwe coördinaten. En ik kan eigenlijk... Wat ik normaal zou doen is... Dan zou ik bijvoorbeeld slapen om een dag te maken. Maar dan moet ik... Oh, ik denk telkens dat ik een groot dier in het water zie, jongen. Ik word een beetje schiet zo. Ja, normaal zou ik een hut maken om eventjes te slapen. Maar dat zit er nu niet in. Want ik heb gewoon geen zin om dat helemaal te... Wat is dat geluid? Ik heb geen zin om een hutje te gaan bouwen, want dat kost me te veel tijd. Dus ik ga nu gewoon verder en dan zie ik je wel bij het volgende eiland. Oké, ik heb een... ik weet het niet. Ik weet niet of dit goed gaat. Daar zit het volgende eiland in de mist. Dat is op... Oké, recht naar beneden. Recht naar beneden. Ja, laten we zeggen 350. Ja. Alleen... Wat zijn die wolken? Dat is een beetje de vraag. dus ik hoop dat het gewoon goed gaat. Nou, laten we gewoon even flink doorknallen. Oké. Gas. Yeah. Oké, ik kom deze boot tegen.
En daar glinstert iets, zie je dat? Daar. Maar volgens mij is dat gewoon het patrijspoortje. Anyway. Ik ga er gewoon eventjes naartoe. Ook al is het midden in de nacht. Ik zie niks... niks dreigends, niks direct dreigends. Oké, kijk goed dat er geen dodelijke beestjes zitten. Deur open. Ja. Niks. Hier een kist? Nee, oké. Kan deze deur niet open? Nee, oké, dat is flauw. Dat is gewoon niks. Oh. Misschien wel bovenop, in de cabine of zo. Op het dek. Deze deur kan gewoon niet open. Nou ja, zeg. Hoe komen mensen dan normaal hier bovenop de... Oh, hier dit laddertje. Oké. Ligt hier voorop nog iets dat we over hebben? Ja, die tonnetjes. Maar die ga ik niet meenemen. Ik vind mijn vlot eigenlijk al groot genoeg op dit moment. En ik heb mee geëxperimenteerd om dingen op het vlot te leggen. Kijk eens aan. Alleen als je dingen op het vlot legt, dan gaat die gewoon in één keer scheef. En... dat wil ik eigenlijk niet. Want dat vaart natuurlijk vet matig. Oh, kijk, hier kun je er ook op. Denk ik. Klim, klim, klim. Iemand? Dat is een beetje een bedriegelijke ladder. Ik hoop dat er niks bovenop ligt, want dan gaan we het niet... Nou, nee, er ligt niks bovenop. Cabinet. Oh, morfinepen. Score. Hier nog iets. Hieronder? Nee. Console. Gaan ik weer motoronderdelen? Ja, nou, die ken ik nou wel hoor. Dat hoeft niet meer. Oh, nou, als dat het al was. Ja, misschien hier onderin wel. Onderin de boot. Weet je, ik heb eigenlijk niet zo zin om te duiken, maar ik doe het gewoon. Ik bikkel er gewoon even doorheen. Zie hoe... Nou, mijn poppetje heeft in principe... Ik vraag me af of die langer adem kan halen als die beter geslapen heeft. Dat zou best wel een coole mechanic zijn. Waar moet je überhaupt hier die boot in? Misschien via de achterkant, dat zal het wel zijn. Net als de vorige keren. Ik ben wel echt zo blij met die... Hallo? Zo blij met die torch. Dat je gewoon onder water een beetje nog kan bijlichten. Dat je ook 's nachts nog een beetje kan verkennen. Dat maakt wel echt al het verschil in de wereld. Kun je er gewoon niet in aan de achterkant? Ja, dan weet ik het niet hoor. Nee, ga niet door. We gaan naar het eiland. Dat is nog een klein stukje vanaf hier. En dan hebben we drie quote-unquote eilanden. Ik wil zeggen island hops. Hoe zei je dat in het Nederlands? Eilandsprongen. Dat klinkt ook een beetje raar. Je snapt wat ik bedoel. Er zijn drie eilanden opgeschoten. Dus dat is wel goed. Maar we moeten wel... We moeten wel wat meer gaan doen dan dat. Kijk, we gaan op dit eiland gaan we wel eventjes een save point opzetten. Want het is namelijk bijna tijd om de aflevering af te ronden. Weet je wat ik ook nog heel erg hoop te vinden? Ik zou heel graag wel... je hebt een soort van... soort boorplatformen zijn het eigenlijk. Het zijn een soort van huisjes die bovenop het water staan. Op enorme poten. En die schijnen echt vol met loot te zijn. En die wil ik echt heel graag nog een keer vinden. Dus dat is ook een van de redenen dat we op avontuur zijn. Verder kunnen we natuurlijk gewoon heel erg rijk worden van op avontuur zijn. Oké, nu zit dit los. Man, man, man. Dit duurt toch wel echt heel lang. Ik heb alleen die blaadjes nodig. Er zit ook echt... Kijk, er zit een heel dun steeltje vast. En we moeten gewoon 30 keer hakken. Oké. Ja, komt maar. Ja, heel goed. Dit dan... waarschijnlijk is het sneller om de ficus om te hakken. 3. 4. Hoeveel hebben we nodig? Shelter. 3 sticks. Oké, en nog een lashing. 1. 2. Krijg ik maar 2? Oké. Dan doe ik het toch gewoon nog eentje. Oh, je dacht de derde. Oeps. Ah, maakt niet uit. Lashings zijn vast wel ergens. Nee, ik heb er even... Hier, de jong palm trees. Maar zou die dan ook echt uitgroeien naar palm trees? Ja, dat zou je haast... Dat hoop je wel, maar... Dat zou betekenen dat er echt gewoon 1000 palmbomen op dit eiland komen. Veel meer dan dat eerder eerst mogelijk was. Maar dat is wel cool. Oké, dit is genoeg voor een lashing. Of misschien heb ik hem met eentje verteld. Ja, natuurlijk heb ik hem met eentje verteld. Geen inventory space. Oké, ik dan eventjes die. Yep. Dat zag er raar uit. Ik had heel even drie handen.
Hey, hier zijn wel zwijntjes. Maak je geen zwijntje, ik ga je niet doodmaken. Ik ben, dat was een fase. Ik ben er overheen. Oh, palmleaves natuurlijk. Hier zo. Weet je wat ook wel dik zou zijn in dit spel als het app en vloed zou worden? Dat zou wel goed zijn. Oké, dus we moeten eerst slapen en dan saven. Hoe staat het met onze stats? Prima. Laat ik gewoon even al het fruit eten. Nam 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 nam. Hoppakee. Oh, wat was dat? Oh nee. Oh, nou ben ik ziek. Was dat fruit bedorven ondertussen? Ik denk dat ik het wel ga overleven. Oh man. En als ik nu ga slapen, dan is het ook gewoon daarna weer licht. Dus ik ga niet slapen, maar ik ga wel saven. Voel ik me nog steeds lekker? Ja, volgens mij valt dat keuze mee, joh. Oké, dus alleen save. Yes! Checkpoint. Anyway, ik denk dat dat het gaat doen voor deze aflevering. Ik ga even het eiland scavengen, kijken of we nog emmers kunnen vinden. Als ik serieus... Als je kleren en zo had, weet je wel, dat je armen en zo kan aandoen, dan zou ik een emmer op mijn hoofd zetten. Zo gek ben ik op emmers. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Lekker lang, volgens mij ook. Als je een leuke aflevering vond, laat dan een like achter. Heb je nog tips of vragen over de nieuwe update? Zet het in de comments. Ik vind het altijd superleuk om van jullie te horen. En ik zie je allemaal in de volgende aflevering. Tot ziens!